ik had helemaal geen conditie. Want ja, als je alleen maar dit doet. Dus ik ben al de eerste trainingskamp, man, die kon me opvegen. Yvonne, we kennen je van je successen op de schaatsbaan. Nederlands succes, Europees, wereldsucces. Met natuurlijk als toppunt je 3 Olympische medailles. Was je als kind al zo sportief? Ja, ik was echt een buitenkind, zoals dat heet. Altijd aan het buiten spelen, bomen klimmen, blikkie trap, verstoppertje, tegen de muur tennissen. Dus echt wel een bewegelijk kind. En zodra ik lid kon worden van een club, ja, was het natuurlijk ook meteen, pap, mag ik? Ja, en wat was dat voor sport? Mijn eerste clubje, dat was korfbal bij Rapid. En dat kwam omdat de buurmeisjes, die zaten daarop. En nou, Yvonne, ga mee. Nou, vond ik superleuk. En later ook weer via een buurmeisje van, joh, je moet naar Bato, want daar hebben ze een cursuselectie. En daar, ja, dan kon je nog beter worden. Nou, afijn, ik mee. Ik moest voorturnen. En ja hoor, ik mocht in de selectie. Alleen zeiden ze, dan moet je wel vijf keer in de week trainen. Ik dacht, ben je wel goed bij je hoofd, want ik wil ook nog korfballen en ik zal op tennissen, op paardrijden en later ben ik ook nog gaan schaatsen. Dus ja, ik wil al die andere dingen ook nog, dus dat gaat hem niet worden. Dus ik ben gewoon bij Leonidas gebleven. Maar niet wetende dat ik 10 jaar later 3 keer per dag zou trainen. Ja. En wanneer kwam schaatsen op je pad? Ja, ik was 10 jaar en ik kwam een meneer op school vertellen hoe leuk schaatsen was. En of kinderen interesse hadden om ook te gaan schaatsen. Nou, dat wilde ik natuurlijk ook. Dus mijn vader had dus iets van, oh nee, niet nog één. Ja. Maar goed, ik kreeg mijn zin. En ja, we hadden hier nog geen ijsbaan in Haarlem. Dus ik werd geacht om elke zaterdagochtend om 6 uur op het Marsmoonplein te melden. En dan kwam er een bus langs. Nou, al die kids in de bus, lekker keten onderweg. En dan gingen we naar de Meent in Alkmaar. Ik vond zoveel dingen leuk. Dat was mijn makke eigenlijk in eerste instantie. Ja, dus totdat ik naar de middelbare school ging en huiswerk kreeg. Ja, toen moest ik uiteindelijk wel een keuze gaan maken. Want schaatsen ging, ik had wel een beetje aanleg, ook voor schaatsen. Ja, dan kom je ook in de selectie, dan ga je ook meer trainen. Dus ik moest op een gegeven moment wel een keuze maken. En uiteindelijk heb ik dus voor het schaatsen gekozen. Waarom werd het schaatsen, weet je dat nog? Ja, dat weet ik nog heel goed. Waarom? Omdat schaatsen zo divers was. Het gaat niet alleen om schaatsen op het ijs. Nee, in de zomer dan ging je ook fietsen, wielrennen dan. Hè. Je deed krachttraining, je ging skileren, hardlopen in de duinen. Dus ja, ik vond juist die afwisseling vond ik zo leuk. Maar inmiddels werd ik gekozen in de Jong Oranje. En toen kwam ik in een groep met allemaal meiden. Want het was allemaal gescheiden, nu is het allemaal samen, hè, gemixt. Maar toen jongens waren apart, meisjes apart. En ik kwam allemaal meiden in Jong Oranje. En ja, ik had helemaal geen conditie. Want ja, als je alleen maar dit doet. Dus ik ben al de eerste trainingskamp, man, die kon me opvegen. Echt de eerste trainingskamp op Papendal. Mijn vader kwam weer ophalen. We gingen daarna weer kamperen. En dat heb ik tot mijn 20e gedaan overigens. Elk weekend. Superleuk. In Baren. Maar mijn vader haalde me op. En ik ging in een tentje liggen. Ik kon er niet meer uitkomen. Ze hebben me echt aan mijn armen eruit moeten slepen. En op de baan was het Yvonne achteraan. Ik had zoveel spierpijn. Ik had zelfs kort van de spierpijn. Ja. Maar goed, aan de hand van dit trainingsschema, gaandeweg, wel met wat blessures, want ja, je lichaam protesteert natuurlijk. Ja. Maar gaandeweg werd ik wel beter, beter, beter. En toen werd ik Nederlands kampioen. Ja. En toen pas dacht ik van, potverdee, dit is leuk. Ja. Als ik nou nog meer ga doen, nog meer ga trainen. Ja, wie weet waar dan het schip strandt. Welke advies geef je talent mee? Wat ik heel mooi vind, dat heb ik niet van mezelf, maar dat komt wel neer op wat ik zelf min of meer meenam in mijn loopbaan. Maar een talent zei dat tegen mij. Hij zei, ik kan niet verliezen. Ik kan alleen maar leren. En dat vond ik zo mooi, want bij alles wat je doet, als het goed gaat, natuurlijk, dan win je. Maar als je niet zou winnen, maar je verliest, dan daar leer je het meeste van. Dus je verliest niet, want je leert heel veel. Daar leer je misschien nog veel meer van dan dat je wint. Nou, dat is denk ik wel iets wat in ieder geval mij heel erg heeft geholpen. Van laat het los. En zonder verwachtingen, ga kijken wat erin zit. Maar niet met een, ja, je moet wel een doel hebben uiteraard, maar laat dat specifieke doel even los. En ga gewoon kijken van hoe je, in het geval van schaatsen, hoe je lekker schaats, hoe je het maximaal kan raken. Geniet van de snelheid. En ja, dan ga je dansen op het ijs als het ware. En dan wordt het alleen maar mooi. Je zet je nu ook in voor jonge sporters, voor jonge talenten met Talentboek. Wat is Talentboek? Ja, Talentboek is een crowdfund platform, een landelijk crowdfund platform. En dat biedt talenten eigenlijk de mogelijkheid om aan te geven enerzijds wie ze zijn, wat ze willen bereiken. En hoe ze concreet geholpen worden om een stapje te kunnen maken in hun carrière. En wanneer ben je een talent? Kan iedereen daaraan deelnemen? We hebben voor Talentboek wel een aantal criteria. Want ja, iedereen kan wel zeggen inderdaad dat hij talent heeft. Maar daar hebben we criteria voor aangelegd. En enerzijds, daar is NOC-NSF heel goed voor. Die hebben statussen bedacht voor talenten. En dan heb je allerlei categorieën. Je hebt een belofte status.
nationaal talentstatus of internationaal talentstatus, al naargelang het niveau. Maar je hebt bijvoorbeeld ook sporten die krijgen geen status, maar die zijn wel heel goed. Die gaan ook naar EK's of WK's, dus die categorie die komen er ook bij. Dus een talent die kan zich melden. Nou, wij checken of een talent dan een status heeft en dan uiteindelijk kunnen ze alle velden invullen. Dus het begint met een mooi verhaal. Je moet jezelf als het ware een beetje verkopen. Wat is nou jouw droom? Waar wil je naartoe? Wat heb je nodig? Dat kan materiaal zijn, het kunnen ook reiskosten zijn, het kan een trainingskamp zijn waar je naartoe wil. Maar ook wedstrijden, want heel veel talenten moeten hun eigen wedstrijden betalen. En met name in het buitenland, ja, dan komen er toch ook vliegtickets aan te pas in een hotel. Sommigen moeten zelfs in Nederland kleding betalen. Dat is ongelooflijk, heel veel mensen weten dat niet. Nou, daarvoor kunnen ze dan een campagne opzetten, een crowdfunding campagne. En dan begint het echte werk. Want je kunt wel opstaan en denken van nou, nu komt het schip met de gouden eieren of de gouden duiten komen binnen. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Gewoon mensen in je omgeving moet je vertellen wat jij wil bereiken. En neem ze mee in die droom. Vertel gewoon een mooi verhaal. En het belangrijkste is natuurlijk dat als iemand dan wat geeft, dat je op zijn minst bedankt. Want ik ken er ook wel bij die denken van nou, leuk. Maar je moet even een bankje sturen. En nog beter, hou ze op de hoogte. Hou die donateurs warm en stuur ze een nieuwsbrief. Of vertel in ieder geval even waar je mee bezig bent. Hoe ver je bent gekomen. Of wat je met het geld gedaan hebt. Maak een foto van die fiets. Of dat je in de trein zit op weg naar. Je moet ze inderdaad vast zien te houden. Want dan kun je nog eens een keer een beroep op ze doen. Wat betekent dat voor een talent om die support te krijgen? Heel erg belangrijk. En dat is soms niet eens het geld. Is ook heel belangrijk natuurlijk, want anders kunnen ze het niet. Maar het is ook de mentale support. Want als iemand geld geeft aan jou, dan gelooft hij aan jou. Dus het werkt dubbel op. En ja, wat ik al zei, als ze dat geld niet krijgen, ja, we hebben het niet voor niks bedacht. Hè? We willen niet dat talenten om die reden afhaken. En zeker, kijk, we hebben niet allemaal rijke ouders. Die kunnen het wel bereiken. Maar ik vind het gewoon onbestaanbaar in een land als Nederland helemaal. Hè, dat je, als je talent hebt en nou ja, je hebt toevallig dan niet de financiën ervoor, dat je op die reden moet afhaken. Dat zou toch niet moeten mogen? We willen toch met z'n allen ook genieten van talent. Hè, ik heb zelf op de Grote Markt gestaan, stonden allemaal te juichen. Ik neem aan dat men ervan genoot. Maar die weg ernaartoe is natuurlijk heel lang. En dan is het zo fijn dat er af en toe eens even iemand opstaat die jou een steuntje in de rug geeft. En dat kan dus inderdaad die meneer zijn die zegt van kom schaatsen. Het kan Kobe Borst zijn die zegt van neem maar mee in de kernploeg. Maar het kan dus ook de donateur zijn van hier heb je 5 euro, ik geloof in jou, ga ervoor. Crowdfunden is met name lokaal heel zeg maar werkzaam. Ja. Want je moet je voorstellen, een bedrijf uit Den Helder heeft niks met een talent uit Maastricht. Het gaat echt om het lokale. Hè? Je bent trots op je eigen talent in je eigen omgeving. Dat heb jij, dat heb ik. Dus dat moet je benutten. En dat betekent gewoon dat wij, dat is onze taak ook, maar ook de taak van de talenten, dat ze van zich moeten laten horen. Hè? Dat we aan de bevolking moeten laten weten, er is een crowdfunding platform. Kijk er eens een keertje op en die talenten, zorg dat de mensen in jouw omgeving naar jouw pagina komen. Hè? Want dan doe je het goed. We zien ook heel vaak, we kunnen precies zien op de site hoe de mensen binnenkomen. En dat is vooral op de pagina van het talent zelf. Ja, dat maakt mij ook weer trots. En ik denk, potverdee, ze kunnen het wel. Ja. Ze weten die mensen zo gek te krijgen om naar die pagina te komen en een kleine donatie te doen. De Haarlemse versie van Talentboek bestaat al heel lang. Talentboek zelf al langer. Zijn er al voorbeelden van sporters die succes hebben gehaald die ooit van Talentboek een bijdrage hebben gehad? Meerdere. Neem nou bijvoorbeeld de 108 junioren. Roeien. Die gingen 1 jaar voor de Olympische Spelen in Rio. Althans, ze gingen. Ze wilden in eerste instantie naar Rio voor hun WK. Maar er was geen geld. Nou, wij hebben ze geholpen met een mooie campagne, zodat ze in ieder geval hun tickets konden betalen. En ze zijn daar voor het eerst in de geschiedenis wereldkampioen junioren geworden. Wanneer ben je tevreden voor Talentboek Haarlem, als we wat voor elkaar hebben gekregen met Sportminnend Haarlem? Ja, ik ben natuurlijk tevreden dat heel veel talenten er gebruik van gaan maken. Want dat hoop je natuurlijk, want als er geen talent op komt, dan kan het ook geen succes worden. En als ze er dan op staan, ja, dat ze het ook goed doen. Hè? Dat ze dus niet alleen goed kunnen trainen en goed kunnen presteren, maar dat ze ook in staat zijn om te leren hoe ze een fanbase kunnen opbouwen. Want het is ook als ze eenmaal die top halen zo belangrijk dat jij weet om te gaan met je fans. Ja, dan moet je ook op social media, dan moet je ook af en toe dingetjes doen. Dus als ze dat ook al goed onder de knie hebben, dan ben ik ook al heel blij en heel trots. En dan is het natuurlijk zaak dat heel veel mensen in de omgeving van het talent gaan helpen. En dat inderdaad ook de Haarlemmers en de Haarlemse bedrijven een steentje gaan bijdragen.